De horeca is al maanden dicht en toch kan Mariska Slofstra elke dag met haar collega's in haar stamkroeg de koffer zitten. Zij heeft deze kroeg, haar collega's en de eigenaar namelijk tot in detail nagemaakt in de videogame The Sims. Het idee kwam in haar op toen ze een langere periode thuis kwam te zitten. Vorig jaar januari kreeg ik een burn-out en heel lang thuis gezeten. En ik miste natuurlijk heel erg het contact met mijn collega's. Dus op een gegeven moment ben ik de koffer gaan maken in The Sims, want daar gingen we altijd elke 3 weken heen. Dan organiseerde ik die borrel altijd en daar kon ik nu dus niet meer heen, want niks wou eigenlijk meer. Dus toen ben ik de koffer gaan maken om dan toch nog met mijn collega's af en toe drankjes te kunnen hebben. Ja, dus hier kom je binnen in de koffer. De ingang. De ingang inderdaad. Dat is ook echt precies dus dezelfde deur, zie ik. Zo ongeveer. Ja. Nee, bijna. Ja, dat is soms wel een beetje lastig uitkiezen, zeg maar, om dezelfde elementen erin te zetten. Maar ik heb het geprobeerd. Dus als je binnenkomt, dan zie je normaal gesproken deze tafel staan. Nu staat er een andere tafel, maar dat is even met corona natuurlijk. Dan kom je hier in het hoekje waar ik altijd zit. Het tafeltje bij het raam. rondkijken. Televisie, ja, die hangt daar. Ja, die hangt er ook. Ja. Rondkijken. Heb je er ook veel reacties op gehad? Eerst had ik het aan collega's gestuurd, want ik heb het eigenlijk vorig jaar al gemaakt. De eerste stappen, zeg maar. Ik heb, van de week, toen ik zag dat de koffer jarig was, toen heb ik hem geüpdate. Allemaal details toegevoegd en dus Ronnie gemaakt. Maar daarvoor had ik dus allemaal collega's reacties gehad. En nu ik het op Facebook had geplaatst, waren er allemaal mensen die gingen reageren. En het werd steeds meer die gingen reageren. En nu staat mijn telefoon steeds rood. Je hebt hem tot detail gemaakt. Hoe lang ben je daarmee bezig geweest? Ik denk dat ik ongeveer 1 uur of 14 erin heb zitten. Achter elkaar? Nee, ik denk dat ik 1 uur of 8 in 1 keer heb gedaan en de rest een beetje apart. Heb je daar veel geduld voor nodig? Ja. Ja, als ik geen zin heb, dan moet ik het gewoon niet doen, want dan wordt het ook niks. Dan zit er geen detail in of wat dan ook. Ook de eigenaar van het café is erg enthousiast dat hij zelf en zijn kroeg zijn nagemaakt. Geweldig natuurlijk. We zagen dat vorige week vrijdag in als reactie erbij komen. Dus dat is natuurlijk leuk om te zien. En op een gegeven moment zit je te kijken en denk je, ik herken toch al van alles. Hey, verrek, dat is toch gewoon hier helemaal. En dan dat je er zelf ook bij opstaat, is wel heel erg leuk. En in deze tijd is het natuurlijk ook leuk om eens een keer leuk nieuws en verrassend nieuws te krijgen.